Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik heb het gevoel dat het de eerste keer is in een maand of zo dat ik eens fatsoenlijk geschminkt ben voor de vlog. Want op vakantie doe ik dat niet en als het wel heet weer is ook niet. Het is vandaag ook nog heet, maar we staan op Secret Garden met een pop-up winkel vandaag. Dus daarom heb ik me toch een beetje gefatsoeneerd. We gaan zo vertrekken naar Celine en Nick, want we gaan eerst nog meeten in verband met onze webshop Totally Too. En daarna gaan we alles ophalen op kantoor en gaan we alles installeren bij Secret Garden. Ik ben al even klaar, maar Sam was nog weg en Sam is pas nu terug. Dus ik ben nog aan het wachten tot we kunnen vertrekken. We hadden al 1 uur afgesproken, maar het zal 1:30 worden. We hebben ook nog niet gegeten, we hebben wel ontbeten, maar geen middag. Er is geen tijd meer voor, dus ik heb een yoghurtje mee. Dus we zullen wel zien. Ik hoop misschien dat Celine en Nick nog iets hebben of zo in huis. Want ik heb wel honger. Wij zijn terug van bij Celine en Nick. Het is ondertussen al 3:30. En nu zijn wij heel snel onderweg naar mijn ouders, want we gaan mijn papa zijn camionnetje halen. Celine en ik gaan al naar kantoor om dingen in te laden in hun auto, kleding en zo. En we hebben het camionnetje nodig omdat we krekjes moeten meenemen. Dus dat gaan wij nu doen en dan gaan we ook naar kantoor. En dan zien wij jullie zelfs op Secret Garden. Trouwens, ik wou nog iets zeggen. Er zijn heel veel mensen op Instagram die me hebben gestuurd als ik vandaag oogschaduw op heb. Op mijn foto die ik heb gepost op mijn story. En ik ga dat hier gewoon zeggen zodat ik iedereen kan doorverwijzen naar hier. Dat ik dat niet 100 keer opnieuw moet zeggen. En ik heb de rosé oogschaduw op van Yves Rocher. Yves Rocher, dat heb ik toen bij het event van Signaal meegekregen omdat dat heel goed bij mijn oogkleur past. Dus dat is ook wat dat ik op heb. Ik draag bijna nooit oogschaduw en als ik er eentje draag, dan is het deze. We zijn er en onze winkel is geïnstalleerd. Woehoe. Ik zal jullie zelfs een rondleiding geven. Sam is hier. Fraggers is hier. Nikita is er ook, ja, daar in de donker. Ik wou net zeggen, dat was mijn bijnaam. Nikita. Ik wil toch liever een andere. En de baby boy is er ook. Hey baby! Ik voel het top aan vandaag. Het is goed aan het dansen, hè? Ja, ja. Voelt het? Ja, ja. Ik voel die wel veel. Ja, ze voelen die, heb ik al gezegd. Echt? Heb je dat gevoeld? Ja. Sinds 3, 4 dagen. Ik vind het dat jullie dat voelen. Ja, ik voel het daar. Ik voel het daar. Oh ja, dan is het echt. Dan is het wel, dan gewoon dat stuk. Thuis. Het is ondertussen 12 uur. En ik had ook nog een heel lief cadeautje gekregen van Laura. Laura Wilrijks op Wilrijks. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat uitspreek, maar op Instagram. En echt super lief. Ik ga het proberen open te doen met 1 hand, maar dat gaat niet gaan. Het zal open doen. Ik heb een kaart gekregen van Rituals en het is The Ritual of Dao. En het is Scented Candle with White Lotus en Yi Yi Ren. Die ruikt echt zo goed. Ziet er zo uit. En die ruikt echt zo goed. Ik vind dat trouwens ook een hele mooie pot. Ja, ik wou dat je het kon ruiken. Het ruikt echt zalig. Dus ik ben echt super blij hiermee, dat is kei lief. En ik heb de ramen opengezet, helemaal opengeschoven, nog even
gaan ons snel klaarmaken om te gaan slapen, want ik ben heel moe. Maar het is hier zo warm nog, maar buiten is het vandaag wel koud. Dus daarom dacht ik, ik ga nog heel even het raam openzetten, dat dat zo wat kan doortrekken. De katten zitten natuurlijk allemaal buiten nu. Dus die moeten we zelfs dan ook nog binnen krijgen. Hey! Is het leuk? Is het leuk? Kleine. You're so cute, baby. Zijn zo schattig. Wij gaan slapen. Het is 11:20. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen. Bye.